Dames en peertjes, vandaag in No Limits nummer 13 gaan we een aantal achtbanen bestrijden die mensen hebben opgestuurd via de e-mail. En op het begin gaan we beginnen met een achtbaan, heet Vincentos Coasteros. Na het intro. Oké, people, let's go to work. En deze achtbaan is gemaakt door Turbo Tim. Dat is zijn Minecraft naam. Nee, zijn Minecraft naam is Omaatje. Misschien hebben we wel eens gezien in de server. Maar ze noemen zijn nickname is Turbo Tim. En die heeft voor mij een speciale achtbaan gemaakt. Ik ben benieuwd wat je hebt gemaakt, Tim. Tim is helemaal into achtbaan. Oh, hij heeft... Oh, wat een aparte kleur. Hij heeft het laten sneeuwen. En het ziet er al heel vet uit. Ik ben heel benieuwd wat hij heeft gemaakt. Hij heeft zelfs windmolens toegevoegd. Wauw. Oh, lekker een hobbeltje zo. Oh, lekker. Dat gevoel dat je zeg maar naar de afdaling gelijk omhoog gaat. En dan nog lekker even die boost krijgt. Dat is echt fantastisch. Ik ben benieuwd wat hij heeft gemaakt. Het is een beetje een lichte kleuren. Blauw met geel en oranje. Ja, het ziet er gaaf uit. Ik vind het apart dat hij het heeft laten sneeuwen. Wow, dat is lekker stel al deze rit. Wow, die vette soepele bocht. Wow. Wat een lekker vaartje, Tim. Oh, jeetje. Oh ja, en de mooie toepasselijke remmen. Fantastisch gedaan trouwens. En een steile drop. Tweede looping. Nou ja, oh, jeetje. Apart. Oh, dit is vet. Oh, holy shit. Nog een looping. Wauw, ik vind het echt een mega achtbaan dit. Wat de hel. En de reuzenrad geplaatst. Oh, wat leuk joh. Hij heeft er gewoon een beetje een kleine kermis van gemaakt, lijkt het net. Gewoon random attracties neergezet daar. Wat grappig joh. Ik doe het hem niet na. Gaaf. Wow, het einde is echt heel apart. Ik wil één keer doorheen vliegen even. Gewoon omdat het echt gewoon echt een onwijs grote vette achtbaan is. Je hebt er echt veel tijd aan besteed. En ik vind het zeker een hoog cijfer waard. Ik vind vooral dat stuk dat je onder de grond gaat, vond ik echt onwijs gaaf gedaan. Nou, heeft die windmolens leuk gedaan. Ik vind het super tof. Goed werk, Tim. En ik wil gelijk naar de Wildstar en de Flying Beast willen doen. Wat star. Ik ben benieuwd. Bij Jeroen van Gogh. Het staat zelfs erin. Dus Jeroen van Gogh, goed dat je naam erbij hebt gezet. Want van sommige mensen weet ik niet wie het dan per se heeft ingestuurd. Dus, maar hier zie je het erbij. De Wildstar bij Jeroen van Gogh is een broer van me. Snap je hem? Oké, ja, ik ga hem niet verklappen. Want anders als je hem niet snapt, dan is het zoiets van, ja, als ik hem vertel is het niet meer leuk. Sorry. We gaan kijken naar Jeroen van Gogh. Hij heeft een houten achtbaan gemaakt. En wat een apart begin. En wat een leuke thematisatie merk ik al gelijk. Het is vol met natuur en vol met houten palen hier, ondersteuningen. Het begin is heel apart en daar hou ik van. En gaat ook onder de grond, zie ik. Met mooie heuvels erop. Wauw, mooi verzorgd zeg. Ik ben heel benieuwd. En de heuvel heeft hij aan gedacht in de verte. Hij heeft een aantal heuvels gemaakt, zie ik. En daar nog meer. Mooie landschap gecreëerd. Gelijk de hele omgeving gethematiseerd. Dat is fantastisch. Goed gedaan, Jeroen. Oh, scherp bochtje dit. Vind ik ook hartstikke gaaf gedaan. Oh, lekker vaartje krijgen we nu al. En een steile drop. Holy shit! Wauw. Ongelooflijk dit. Wat een vaart heeft hij. Ik moet denken aan Joris en de Draak en Thor, vooral Thor, in Toverland. Lekker vaartje, blijven doorgaan. Wauw, ik vind het fantastisch. Oh, dat wordt een moeilijke keuze hoor, dit.
Jezus, wat een vaart heeft deze achtbaan. Jeetje. Ongelooflijk. Ik ben echt sprakeloos. Wauw, jongens. Echt fantastische layout. Echt fantastisch gedaan. Ja, dit vind ik echt geweldig. Sorry, Tim. Ik vind die van Tim vond ik ook mooi. Maar ik ben hier gewoon echt spontaan verliefd op. Echt waar. Wat een prachtige baan. Ja. De vaart gaat erin. De omgeving ziet er vet uit. Ik vind het echt een prachtige achtbaan. Jeroen, super bedankt voor je inzending. We gaan door met de laatste koos en dat is de Flying Beast. Overleef jij in de koude wildernis en vang de Flying Beast. Ik ben benieuwd. Oh, hij geeft een message. Waiting for script. Oké. Ik hoop dat we hem gewoon kunnen rijden. Wat? Gaat hij nou problemen geven? Ik hoop niet... Oh, hij gaat het gewoon doen. Oh, een sneeuwachtbaan weer. Nou, we hebben vandaag alleen maar sneeuwachtbanen. Maar wat apart dit. En we gaan kijken naar het volgende achtbaan. Ik weet niet van wie die is. Maar hij is ingestuurd door iemand. Laat het even weten in de comments. En zo te zien is dit wel een soort van Turbo Tim 2. Eigenlijk de soort van... Het is wel andere achtbaantype, zie ik. Maar hij is wel een beetje in die sneeuwstijl. Oh, wat apart dit zo. We gaan heel snel naar beneden. Met een mooie bocht. Oh, loopings joh. Jeetje, komt er weer een. Zo, holy shit. Holy shit, jongens. Damn. Nog één. Kon er nog eentje achteraan. Wauw. Wauw, wat een gave coaster. Ook heel vet deze. Hoop loopingen. Hoop ging over de kop. Jammer is het station niet overdekt. Maar dat hoeft niet altijd natuurlijk. Maar is wel leuk. Ik ga eens kijken. Want ja, het is best wel een leuk baantje zo. Ik vond het begin wel heel apart. Dat je zo naar beneden gaat. En je gelijk die bocht krijgt. En dat je meegaat naar beneden. Nou mensen, ik wil wel zeggen. Willen jullie meningen uiten ook over deze drie achtbanen? Kies in de comments welke achtbaan er volgens jou heeft gewonnen. Het is een beetje moeilijk, maar ik denk toch dat ik de tweede achtbaan kies van Jeroen. Jeroen heeft gewonnen in mijn ogen. Maar laat het weten in de comments wie van jullie heb gewonnen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij No Limits. Doei doei!